En daar zijn we dan bij de nieuwe binnen van Grand Theft Auto 5. We beginnen haast in het begin eigenlijk om even te ontdekken hoe de game in elkaar steekt. GTA 5, inderdaad. Dit is, de mensen die hem al gespeeld hebben zullen zien dat dit niet helemaal het begin is. Nee. Dit is namelijk de eerste missie als Franklin. Hiervoor hebben we al een stukje gehad als Trevor en Michael. Maar dit is weer het nieuwe stukje van Franklin dus. En ja. Vanaf daar spelen we eventjes, omdat we nu echt in de stad zijn en het proloog was meer in een soort aparte omgeving. Ja, en, in de sneeuw. In de sneeuw was dat inderdaad ook een ander stukje. Dat was meer introductie van het verhaal. En nu komt Franklin erbij in het verhaal. Ja. En gaan we even kijken wat hij allemaal gaat doen eigenlijk. En dat begint gelijk goed met het wegracen in mooie auto's aan een snelle auto. Ja. En Lamar die zit daar te racen in zijn witte wagen, terwijl ik een mooie sportwagen hier heb. Even de radio, Blue Arc. Ja, dat zijn twee mooie auto's. Hoppakee. Kijk. Het zijn inderdaad heel erg mooie auto's. Ja. Hoe rijden de auto's een beetje? Ze rijden soepeler dan in GTA 4. Okay. In GTA 4 was het echt log. Dit is nog wel realistisch, zeg maar. Ja. Maar wel goed, zeg maar. Kijk, zo, en dit is de nieuwe focus mode in GTA. Mm-hmm. Wat je dus doet, als je beide sticks tegelijkertijd indrukt, dan kom je in een soort modus waarin... Oh, sorry. Nou, maakt niet uit. Ik ga ook sorry zeggen tegen die gozer, terwijl je half dood op de grond ligt. Hij vergeeft je. Maar ja. In ieder geval, die focus mode die verschilt dus per personage. En bij Franklin is het voor in de auto's. Dat hij dus tijd een beetje langzamer gaat en je die bochten dus beter kunt nemen. Ja. Dan kun je hem zo... Ja, ik zie inderdaad rechts onderin of links onderin beeld, dus zie ik een geel balkje teruglopen. Ja, dat is dan een soort van meter dat je hebt die je kan gebruiken. Ja, en daarnaast heb je de armor in het blauw en natuurlijk de hield in het groen. In het groen, oké. Hoppakee. En hoe regenereert dat gele zich dan weer? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien moet je daar wat dingen voor... Zo! Die nieuwe film is acteur minder. Dat doe je goed. Zo, die had ik even zonder focus gewoon even gedaan. Ja, doe je even goed. Zo. Lamar die is behoorlijk chill bezig. Lamar die heeft geen krasje op zijn auto, terwijl ik alle gasten loop af te maken hier. Ja, precies. Ja, je bent goed bezig. Hoppakee. Kijk, de burgershot is weer terug. De Burger King eigenlijk. Ja, nou, lekker hamburgertjes eten. En sprong. Je kunt echt je auto ook in de lucht besturen, dus ik kan bijvoorbeeld zo doen. Dat is wel cool zeg. Dan, Dus je kunt echt al die stunts en zo kun je gewoon veel beter uitvoeren. Ja, zeker als je dan beide knoppen, met beide knoppen je special ability gebruikt. Ja. Dan kun je ze echt precies zo maken als jij wil. Die laat inderdaad gewoon automatisch op. Hij zit nu iets voller dan net. Oké, ja precies. En daar is Downtown LA natuurlijk. Lijkt er ook nog op. Wat ziet die game er goed uit zeg? Dat je gewoon... enorm groot. Als je in je hoofd houdt van hoe klein vergeleken met de rest van de map het stadsgedeelte is. Ja. En je kan nu al zo ver kijken en zo ver rijden. Dan moet je voorstellen hoe groot die hele map dan is. Ja, dat is echt bizar veel te doen. Ja. Oh, en je kunt ook echt, kijk, dit soort dingen, weet je. Je kunt gewoon zo'n parkeerplaats in, je kunt gewoon rondlopen. Het voelt echt aan als een echte stad. In heel veel GTA's, in GTA 4 natuurlijk al wat minder. Maar in heel veel GTA's heb je natuurlijk echt het idee van dat het echt een beetje een nep was natuurlijk en zo, weet je wel. En dit is echt gewoon een levende stad. Ja. En dat is echt wel een hele grote verbetering. Ja, dat is super tof. En mijn focusbar is er vol. Oh, cool. Die vrachtwagen. Ja. Ah, je mist hem goed. Dat, Hoppakee. Kijk, je haalt hem in. Ik haal hem in. Ja, heb ik gewonnen? Je hebt gewonnen. Ja, ik heb de race gewonnen. Kijk eens aan. En een achievement. Kijk eens aan. En ze hebben toch een beetje ruzie. Ja, ja ze lopen een beetje handje de voorste gedrag te vertonen. Ik ben beter. Wel grappige cutscenes. Het loopt ook lekker vloeiend over die cutscenes, hè? Gaat gewoon van, moeiteloos over van cutscene naar... Naar gameplay. Ja. En nu krijgen we de politie achter ons aan. Dat zijn wel hele mooie politiewagens. Ik ga linksaf. Was dat zo tactisch? Nou, je bent in ieder geval er doorheen. Je hebt hem niet vast laten lopen. Een tunnel. Hoppakee. Ja, wat je nu, dit is ook nieuw. Je hebt nu dus geen groot rondje waarin je moet vluchten van de politie. Nee. De politie moet je zien. Dat is echt een line of sight hebben. Wel. Die zagen je inderdaad wel. Maar op het moment dat jij de politie jou niet meer kan zien. Je ziet nog allemaal politieagenten met hun cone of sight, dus wat ze, met hun blikveld wat ze kunnen zien. En zolang die daar buiten blijft voor een bepaalde tijd, dan ben je ontsnapt aan de politie. Dat is wel een stuk beter systeem eigenlijk. Ja, en ze kunnen je nu niet meer zien. En als je in de minimap kijkt, zie je soms een blauw, kijk, je recht voor je, of aan de rechterkant zie je nu een soort van driehoekje-achtig. Ja. Dat is wat ze kunnen zien. Kijk, hek kapot. Ik even erin. De cone of sight. Ja, daar komt er een link. Ja. Maar die kan mij nu niet zien hierachter, nee, toch? Nee, vast niet. Als je hier naar rechts gaat, dan... blijkbaar wel. Of heeft hij mij wel gezien nu? Blijkbaar wel. Ja? Ja. Nee, kan toch niet. Nee, ze, de ding knippen niet. Verder. Kijk.
Oh, die moet automatisch open. Dat kan ook. Dat kan en we zijn ze kwijt. Juist. Kijk eens, ik kom het hekje uit en we zijn ze gelijk kwijt. Dat is geloof. Betere tuin kun je niet wensen. Dat, Ja, er is daar nog een gebouwtje in constructie. Oké, okay. Ja, dat ziet er tof uit. Nou, met een BMW-master gaan we daar ook een missie hebben. Ergens in verhaal. Even de handrem erop. Kijk. Zo. Even natuurlijk een klassiek Amerikaanse... Oh, ik mis de afslag. Kan nog even een keer. Even kijken, hier is het. Daar is de winkel. Oh, hier. Ja. Hebbes. Hoppa. Gevonden. De car dealership. Simons dealership. En daar hebben we de auto verkocht. Ja. Of in ieder geval teruggebracht naar die gasten. Ja. Oké. Okay. En hier merk je ook weer dat die... Nu zitten we in een cutscene. Mm-hmm. Je hebt gewoon totaal niet door dat er, nee. dat er daar over en weer iets gebeurt. Ja. Ik denk wel dat we de cutscenes een beetje moeten overslaan. Ja. Voor het idee van het tempo, maar ook een beetje om niet alles te spoilen. Nee, al precies. Is het idee van New Bean natuurlijk dat je al een beetje spoilt. Ja. Mijn auto is al een beetje kapot. Je wil deze game natuurlijk helemaal zelf beleven. Ja. Mooie auto. Wow. Van de zijkant een beetje Ford Mustang lijkt het wel op. Stap even in Lamar, schiet even op. Huppakee, ja. Stap dan in, man. Doe niet zo moeilijk, joh. Hij vindt het allemaal best. Hij kan er wel aan lachen. Ja. Het leuke is trouwens dat je die auto dus helemaal kunt customizen. En dat het ook echt jouw auto is. Ja. Als je dan gestolen wordt of als je, dan, als je hem kwijt bent, kun je hem weer terugkopen. Bij, ja. Dat is hier, hoe noem je dat? Bij de depot. Ja. En je kunt hem ook aanpassen met de app op de iPhone. Ja, precies. Dat zeg je net linksbovenin. Dat is de iFruit app. Ja. Als je een iPhone hebt of... volgens mij op dit moment alleen inderdaad voor de volgens iPhone. Dit alleen, nu alleen iPhone. Ja. Misschien komt hij later ook op Android. En Windows Phone, al is dat nog afwachten. Ja, ja die app is echt precies zo ingericht alsof je de telefoon gebruikt die je in-game hebt. Daarmee kun je je auto bijvoorbeeld upgraden en speciaal maken. En allemaal leuke toevoegingen mee doen. Ja. En we hebben natuurlijk een garage. Kijk. Baf. Een mooi huis heeft die jongen. Een mooi huis. Ja, vrij wel een beetje in de hoed. Ja, ja. Wel een postertjes. Mission passed. Kijk eens, ik heb not the scratch. Geloof ik niet heel van, maar oké. En ik ben de winnaar. Je bent de winnaar. Dus ik heb een zilveren medaille nu. Het mooie is dat je in deze GTA ook missies over kunt doen. Mm-hmm. Dus je kunt die opnieuw spelen. Ja. En dan kun je betere medailles dus halen. Dan kun je echt een gouden halen. Zo om alles complete te krijgen. Dus dat een beetje Assassin's Creed-achtig is dat. Hè? Assassin's Creed had het ook in de latere games. Dat je een missie kon halen. En dan had je altijd een extra conditie. Bijvoorbeeld je moest de main target vermoorden met je hidden blade. En dan pas had de missie op 100% gehaald. Inderdaad. Dit laatste scherm wat jullie nu trouwens zien, is, krijg je normaal niet. Maar wij hebben, omdat er iets vastliep, hebben we even de missie dus overgedaan via dat systeem. Ja. En daardoor wordt er een save point opgeslagen. Dus je kunt op elk moment kun je alle missies overdoen. En kun je dus dat beter doen. Maar dat komt niet in de buurt van je... Dat zit niet in de weg van je normale singleplayer progressie. Dus hij maakt een restore point. En dan krijg je even daarna weer een laatste schermpje. En dan ga je weer terug naar waar je gebleven was. Ja. Nee, dat is wel ontzettend goed geregeld natuurlijk. Dan hoef je niet hele delen van het spel opnieuw te spelen. En dan staan we gewoon even buiten. Kijk. Zo. Even kijken. Een mooie auto pakken? Mooie auto. Ik pak niet onze eigen auto. Ik heb deze even gestolen. Kijk, dat hoort erbij. Nee, kijk, Grand Theft Auto natuurlijk. Het is een Grand Theft Auto inderdaad. Kan ik hierin? Ja, ik kan hierin. Je hebt heel veel achterafweggetjes ook. Kijk. Ja, super tof is het natuurlijk. Ja, overal ben je tussendoor rijden. Op. Sorry. Ja. Kan gebeuren natuurlijk. Hè. En daar hebben we ook een gunshop. Zullen we daar even kijken of we al iets kunnen kopen? Ja, tof. Zou de ammunition weer zijn die erin zit? Ja, lijkt me wel tof. Die erin zit? Yes. Juist. En die was natuurlijk even voor de deur. Die was natuurlijk weg in GTA 4. Toen hadden ze als smoesje gebruikt dat de burgemeester in de stad ontzettend strenge wetten had gemaakt. Ah. Om geweren en pistolen een beetje in de hand te houden. En dan kon je alleen maar in van die tweederangs winkeltjes kon je wat kopen. En nu zijn ze weer terug. De ammunition, ik kan een pistool kopen. Oh, out of stock. Allemaal. Dus item is just een granaat. Out of stock, out of stock. Oh, zonde. Oh, kan ik wel een granaat kopen? Ja. Oh ja, even kijken hoor. Bye. Bye. Ik heb nu één granaat gekocht en ik koop een pistool. Oh, heb ik geen... kan niet. Ik heb alleen een granaat. Okay. Cool. Daar kunnen we wel wat dingen mee opblazen, denk ik. Yes. Thanks for visiting. No problem, mate. Ho, hoor ik hem nou gelijk? Nee, hij doet een slag. Even kijken hoor. Hoe wissel ik van wapen, jongens? Ah, hier. Kijk. En dan met de rechterstick en nu heb ik een granaat. Dat kan niet lang goed gaan, denk ik. Ik moet even een autootje vinden. Ah, daar. Oh, die rijdt door rood licht heen. Ik ga waarschijnlijk heel erg falen. Oh! Ho. What the fuck? Hoe is het? Hij gooide hem niet heel erg tactisch. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat kan natuurlijk ook. Dan zijn we toch een keertje geweest. Ja, precies. Dan kun je meteen ook laten zien hoe dat gaat. Ja. Dat was een heel erg tactische zet.
Ja. Okay. Ik denk, ik gooi hem even naar die auto toe. Ja, maar blijkbaar liet ik hem eventjes te snel los. Don't try this at home. Nee. Maar het mooie is trouwens wel, als je doodgaat in de game, dan kom je hier dus weer terecht. Ja. En je wapens en alles, die hou je gewoon. Ja, je verliest wel $5. Ja, dus, nou ja, dat zal me niet zo heel veel maar uitmaken. Ik ben benieuwd trouwens of dat echt gewoon standaard $5 is. Of dat het zegt van 2% van je totale budget of zoiets. Ja, dat zou wel eerlijker zijn. Dat zou inderdaad eerlijker zijn. Ja. Ik denk $5 heel erg goedkoop. Oh, hey, dat is inderdaad best goedkoop. Dat is een hele mooie auto, Rob. Yes, daar was gevonden. Ik ook achter. Wegwezen. Dank je. Zonder bril. Okay. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Naar de S van de missie. Cool. We zijn vlakbij in het ziekenhuis beland, dus we kunnen nu gewoon weer terugrijden. Ja. En we komen eigenlijk nog steeds niet echt uit dit stukje. We kunnen opnieuw een granaat kopen als je wil. Ja, ik hou het even voor gezien met de granaten. Zo. Ja, snap ik wel. Surface, okay. En dit is, kijk eens aan. Zo, de knetters. Die gaan we zo meteen even pakken, denk ik. Dat is een hele mooie, dat is een hele mooie auto. Lijkt wel een oude Honda. Okay. En dan gaan we hier even een missietje oppakken. Even kijken, ja, het loopt weer heel mooi over gewoon. Hey, what's up samen, my dear boy, so good to see you. Op het moment dat jij dus naar binnen loopt... Doe ik niks, hij gaat automatisch over. Dus nu loopt hij ook uit? Oké, nu dan waarschijnlijk dit gaat automatisch allemaal. Ik ga even kijken of ik deze auto kan stelen. Ja. Kan dat? Ik ben wel benieuwd wat voor auto het is. Ja, hij kan gewoon. Kunnen we de naam ook ergens zien of niet? Viper Bullet, een super. Oh shit. Ik kan me niet die naam herinneren uit de andere GTA. Nou, volgens mij zijn autonaampjes ook een beetje veranderd overal. Hé, een bus. Okay. Dit is echt wel heel erg vet hoor. Ja. Ja, het ziet er heel goed uit. Van, Je kunt de camera view kun je aanpassen. Mm-hmm. Ja, grappig. En radiostations, hoe gaat dat in deze game? Met de D-pad gewoon weer. Dat kan gewoon prima. Zo. In de verte zie je een berg, lijkt het wel. Die heb ik even gemist. Ah, oké, je zag een soort van silhouet van een berg. Heel erg in de verte. Kijk. Deze rijdt wel lekker. Dit rijdt heel erg lekker. Zo te zien. Nou, dan weten we meteen welke auto we allemaal naar op zoek moeten gaan. Ja, je krijgt hem meteen in het begin. Oké, top. Tweede missie. Ho, hekje. Oh, zonde. Maar hek hield het goed, dat is goed staal. Zo. Hey, is dit het strand? Ja, dit is het strand gewoon eventjes. Cool. Kun je gewoon even heen met die autootje. Ga je ook spelletjes kunnen doen? Oh, wacht, is dit het gedeelte uit, lijkt het gedeelte uit de trailer? Een van de trailers. Dat zou best kunnen. De bike. Volgens mij ga je een... We moeten iets stelen, denk ik. Een motor lijkt het wel. Ja. Je kunt dadelijk tennissen. Cool. Press X to climb. Hoppakee. Ja, dat ziet er wel redelijk uit zoals een... geen mooi synchroon, moet ik zeggen. Hé, wat ben jij allemaal aan doen? Jij bent dronken. Fuck you. Hoppa. Het ziet er wel heel realistisch uit. Het slaan en het trappen, dat... Weg voor je. Ja. Zo. Kom niet meer omhoog. Be cool. Be cool, okay. Nigger. Nou, dat was je inderdaad wel, hoor. Zo. Die mensen hier hebben echt helemaal niks door nu. Dus even kijken. De bike moet hier ergens staan. Daar staat een autootje. Ja. Dat is geen motor. Ik weet niet waar Lamar heen is, daar. Let's keep it smooth, homie. Hij heeft niet zoveel vertrouwen in je. Hij zegt de hele tijd... ik heb net ook een random server in elkaar geslagen. Ja. Dus misschien heeft hij er een reden voor. Hij heeft wel een punt, ja. Ja. Shady as hell. Niet zo'n goede buurt dus waar je zit. Nee. It's in one of these lockups. Oké. Okay. Sister Garage. Oké, nou, we gaan eerst deze even checken. Even kijken. No parking. Daar staat ook helemaal niks aan. Bank. Daar hebben we niks aan. It's gotta be this one. Oké. Nope. En ook niks. Maar er blijft er één over. Blijft die over. Dat is ook gelijk de grootste. Speciale Mark. Staat een beetje in de weg. Ze zetten wel soms die sprintknop uit. Dat je dus langzamer moet lopen. Dat is misschien om het meer cinematisch te maken of zo. Ja. Oh, er komen een paar mensen aan. En ik ben mijn granaat kwijt. Ja, dat is zonde. Hola, amigos. Oh, daar had je niet mee doen. Hoppakee. Famos. Ja, ga er maar vandoor. Lamar die regelt het wel. Ja, precies. Hoppakee, mag ik even dat pistooltje pakken? Ziet er dan naar uit. Yes. Kijk. En dan kunnen we even de weapon weer op. Oh. Ik krijg ook meteen uitleg hoe dat moet. Zo, een prachtig pistool zo.
Zit er een beetje autolock op zoals een GTA 4 zat, of is het wat meer een klein beetje free volgens aim op mij, dit moment? Maar... Oké. Okay. Ik vind het wel mooi dat ze ook niet gelijk dood zijn als ze naar de grond vallen. Oké. Okay. Hoppakee. Oh. Nee, nou ja, hopen dat het natuurlijk ook weer niet te erg te overdreven is, dat ze gewoon de hele tijd op blijven komen, ook al ram je 5 kogels in ze. Ja. Zat er iemand boven? Oh, ik weet een beter idee. Kijk, okay. Bam, netjes. Alsjeblieft. Dat ziet er ook tof uit, hoe alles naar beneden flikkert daar. Oh, die was raak. Is hij dood? Nee, hij dood, ik zie nog steeds een stipje staan. Nu is hij dood. Oh, boven. Shit. Even kijken, volgens mij als je op het moment dat je schiet, dan verschijnt er op je minimap ook een rood rondje. Dus misschien dat het dan iets met geluid te maken heeft of zoiets, ja. Of politie of mensen je kunnen horen. Dat zou best kunnen. Dat is natuurlijk wel heel tof, dat voegt een hele extra dimensie toe, bijvoorbeeld stealth-missies of zoiets, als je die wilt doen. Ja, want je hebt ook stealth-skills en zo, hè? Ja, dus precies. Dus dat je stiller bent en zo, dus... Ja. Oh, oh, oh. Moet je dit waarschijnlijk niet gebruiken. Is dat... Get that right. Oké, okay, waarschijnlijk moet je die... Oké, okay, ja, die kwam niet ver. Come on, ik moet eigenlijk even in cover, man. Eigenlijk wel. Je hebt nog steeds de helft van je helft. Kijk. You still breathing, homie? Ja. Ik ben still breathing, hoor. Je hebt 2 geperforeerde longen, maar oh, je kan is, nog steeds... Zijn dit allemaal wapens? Nee. Nee. Get the bike. Oh, de bike is om de hoek. Oké, okay, dus je health zal teruggenereren naar 50%. Als je een tijdje niet geraakt wordt, dan staat linksbovenin. En dan moet je weer een health pack kopen of wat eten of wat dan ook. Dat is wel tof. Wel een mooi systeem. Ja, dat is niet echt een free out of jail card. Ja. Dus dat je wel gewoon op moet passen met geraakt worden. Inderdaad. Even kijken, we moeten even die... To zoom out. Oh, je kunt de minimap kun je ook in- en uitzoomen. Oké. Okay. Dat is wel handig. Cool. Oh, je last him already. Ik ben helemaal niks kwijt, joh. Hoe bedoel je? Ze zitten te zeuren dat ik even de focus... Als je eens een afslagje mist, moet je even de focus Kijk. Aanzetten. Kijk, nou. Hoppakee. Pro tip van Rob. Kijk, dat dit goed. Gaat eventjes met flink wat snelheid. Juist, dat ding kan vliegen. Oké, holy shit. Dat doe je goed. Hop, hop. Ja, dat... hey. Kijk. Kijk eens aan, wow. Zo doen we dat. Daar is de bike. Schiet hem even van zijn bike af. Ja, met je hoofd. Hoppa. He down. Yes, he is down. Volgens mij komt hij ook niet meer omhoog. Get on the bike. Ik zou zeggen dat de achterkant goed is. Later. Oh, arme jongen. Even kijken. 0,9 mijl. Dan ben je... Dat moeten we redden. De bike gaat wel een stuk langzamer dan mijn briljante auto vandaag. Jammer, je bent hem nu al kwijt. Oh, oh, oh. Ik hoop niet meer... Oh, dat is... Ik kan hier wel even tussendoor. Reden nog één? Ja, ik kan hier wel even tussendoor. Even parkje door. Natuurlijk. Beetje sightseeing. Dat ja. Dat is echt... Bizar gedetailleerd deze stad. Ja. Ja, oh, de Zeppelin zie ik ook tussen de gebouwen door. Ah ja, inderdaad. Die zit natuurlijk bij... Als je een moderne release dag hebt gekocht of een pre-order, dan krijg je die erbij met een code dat je die kunt gebruiken. Juist. Een klein cool. Stukje. Oké, okay. Oh. Ja, ik ben benieuwd wat je allemaal met die Zeppelin kan doen. Of je ook... Of je zo'n gebouw kunnen crashen. Juist, dat, dat zou heel leuk zijn. Of als je een vliegtuig erin crasht, wat er dan gebeurt. Je kunt ook op een motorfiets gewoon focussen. Kijk, alles wat rijdt dan... Alles kan. Heb je ook fietsen trouwens in deze game? Volgens mij wel. Ik heb ze nog niet gezien, maar ze fietsen niet zoveel in Amerika, hè? Nee, dat is waar. Dus het is wel logisch dat je die niet zoveel ziet. En Meet Me at the Car Wash. Zo, en dan zijn we er. En cool. Dit lijkt me een mooi stukje om onze nieuw binnen van Grand Theft Auto 5 af te sluiten. We hebben een stukje van de Franklin Missies gezien. Dus hopelijk hebben jullie ervan genoten. De recensie die komt er ook binnenkort aan. En natuurlijk, jullie allemaal heel veel plezier met GTA 5.